ook in Zeeland staan we voor een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De energietransitie, de overgang van het gebruik van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen. Welke kansen biedt dat voor Zeeland? Ik zie meer getijdencentrales en in kernenergie. Dat is de oplossing. De transitie naar thorium lijkt mij heel belangrijk. Dat zou de oplossing kunnen zijn en CO2-vrij. Qua windmolenpark doen we denk ik wel goed. In Zeeland zijn we goed bezig, zonne-energie, windenergie, dus ja. Op grond van het klimaatakkoord van Parijs moet de CO2-uitstoot fors naar beneden. Hoe is dat in de Noordzeepoort, de haven van Gent, Terneuzen en Vlissingen? SFP Zeeland in Westdorpen is al heel goed bezig. Daar maken ze van afval, zoals chips die over de datum zijn, en veevoer, groene brandstof. In deze torens wordt al het afval omgezet, vergist noemen ze dat, in groen gas. Al het materiaal wat bij ons binnenkomt is afgekeurd. Dus wat niet meer voor de menselijke consumptie en voor de diervoeders is, dat komt naar ons. De reststromen doen wij verwerken, maken wij biogas van. En daar doen we het opwaarderen naar groen gas, wat direct op het net gaat, waar we bijvoorbeeld Axel mee voorzien van gas. Een ingewikkeld technisch proces waarbij veel komt kijken. Laura werkt sinds een paar maanden bij SFP als process operator. Ik vind techniek leuk om te doen omdat het altijd iets anders is. Er komen altijd nieuwe problemen. Problemen zijn niet goed, maar die zijn er ook om opgelost te worden. En ja, daar hou ik me graag mee bezig. Ik vind het fijn dat er vrouwen in het team zitten voor de teamdynamiek. Je hebt een hele andere dynamiek binnen het team dan alleen maar met mannen. Dus het brengt een stukje rust. Vrouwen zijn soms net even iets scherper op bepaalde dingen dan de mannen zijn. Dat vrouwen er net even iets dieper op ingaan van eigenlijk zit het niet goed, maar er moet even beter naar worden gekeken. Ik controleer hier elke dag de meters, of er geen afwijkingen zijn, geen lekkages zijn. En als er lekkages zijn, dan geef je het door en dan zorg je ervoor dat het opgelost wordt. Nou, wat ik zo fascinerend vind aan dit proces is dat er komt heel veel bij kijken. Het is heel inhoudelijk, heel veel verschillende dingen waar je op moet letten. Dus ja, je bent eigenlijk nooit uitgeleerd hier. Ik ben trots op SFP. Omdat ze heel erg willen aanpassen aan mijn privéleven. Ik ben alleenstaande moeder en dat maakt me als werknemer eigenlijk heel erg trots en erg gelukkig om bij zo'n bedrijf te werken. Dat ik toch de techniek kan doen en moeder kan zijn. Ja, ik ben trots op dat wij zo'n groot bedrijf hier in Zeeuws-Vlaanderen hebben. Dat wij eigenlijk een van de grootste van Europa zijn. Daar ben ik trots op dat ik daar mag werken bij zo'n bedrijf. Hoi, mijn naam is Maxime. Ik ben professioneel zeilster bij Team NL. En ik ben ambassadeur van Wavemaker United. En ik kom vandaag bij jullie een praatje houden over mijn topsportcarrière. Over wat zeilen precies is, waar ik over de wereld mij bevind. Maar ook hoe belangrijk het is om, om mijn speeltuin en mijn kantoor mooi schoon te houden. Ik ben Tilly Stro en ik ben directeur van en founder van Wavemakers United. Wavemakers United is een jongerenorganisatie waar jongeren zich aansluiten die zich willen inzetten voor oplossingen voor te veel, te vies of te weinig water. Ik ben ambassadeur van Wavemakers United en ik vind het super belangrijk dat ik naast mijn Olympisch zeilen, waar ik vooral heel erg gefocust ben op mezelf, ook mensen te inspireren. Dus ik vind het leuk om kinderen te inspireren met überhaupt met sport. Maar in dit onderwerp over water, waar ik natuurlijk dagelijks mee te maken heb, vind ik het wel belangrijk dat er bewustzijn is van water. Niet zo gek dat Wavemakers United juist in Zeeland, een provincie met zoveel water, werd opgericht. Ja, het gaat niet zo goed met het water wereldwijd. We hebben te veel water of we hebben te weinig water. Echt miljarden mensen lijden aan te veel of te weinig water. Ook in Nederland krijgen we steeds meer met droogtes te maken, dus ook in Zeeland. En het water is te vies. En als het water te vies is, krijgen we straks ook problemen met beschikbaar drinkwater. En daar moeten we oplossingen voor bedenken. Die rotzooi opruimen. Oh, super slim. Ja, dat is een goeie.
Ik denk dat kinderen heel snel enthousiast gemaakt kunnen worden door als het cool verteld wordt. En dat ze misschien thuis zullen vertellen aan hun ouders van pap, mam, wat ik vandaag heb geleerd. We hebben eigenlijk best wel watertekort in de zomer in Nederland. Dat is gek, hè? En dat misschien op die manier toch ook de ouders worden aangesproken en net weer een stukje bewustzijn. Ik denk als kinderen nu al water leuk gaan vinden, dan is het straks makkelijker om die keuze voor een studie of beroep in de watersector te maken. Ik heb geleerd dat water toch wel iets belangrijker is dan ik dacht. En het is ook niet alleen gewoon heel erg vervuild, maar het is ook gewoon heel belangrijk voor de sporten die er dus in gedaan worden. We hadden het ook over het strand bij ons en daar lette ik nooit zo op. Maar als ik nu op het strand ben en ik heb dan een licht chipszakje, dan gooi ik die wel even weg. Ik ben heel trots dat we met zoveel Zeeuwen en Zeeuwse partijen dit Wavemakers United hebben gemaakt tot wat het nu is. Een heel succesvol initiatief waarin we strijden voor het water op een positieve manier, oplossingen gericht. Maar dank je wel aan Zeeland dat dit mogelijk is gemaakt. Aan jullie allemaal, jonge mensen, topsporters, iedereen super bedankt. Daar ben ik trots op. Water! Ik ben het meest trots denk ik op het feit dat hier zoveel werkgelegenheid is en dat ik deze baan heb kunnen vinden op een jonge leeftijd. Ik ben nu 23. Als je me 2 jaar geleden had verteld dat ik deze baan al zou hebben met alle voordelen van dien, had ik het niet geloofd. Mijn naam is Tim en ik ben offshore wind technician bij Ørsted. En ik pleeg onderhoud aan windturbines op zee. Mijn achtergrond is werktuigbouwkunde. Dat heb ik gestudeerd op Skalda Vlissingen. Dat is een MBO-4 opleiding. En daarnaast heb ik een cursus windenergie gedaan. En zodoende ben ik in mijn stage in de windenergie gerold en dus hier blijven werken. En ik vind het erg leuk, omdat het een diverse werkzaamheden zijn en een leuke werkplek, uitdagend. Ja, de turbines zijn ruim 100 meter hoog, dus hoogtevrees is niet echt handig om te hebben. Er zijn collega's die in het begin wel even naar beneden kijken en denken van wow, wat hoog. Tuurlijk, hè, voor alles is een eerste keer. Het is spannend, maar als je gewoon weet dat je veilig zit, dan is het goed. Wat zo leuk is aan windenergie is denk ik de diversiteit aan werkzaamheden. En zeker op zee is het een uitdagende, unieke werkplek. Offshore wind technicians bestaan nog niet heel lang. Dat komt omdat turbines op zee nog niet heel lang bestaan. Uiteraard zijn er wel mensen die ervaring hebben in de turbines op land. Dus die kennis kan meegenomen worden op zee. Hier in Zeeland hebben we in ieder geval genoeg werkgelegenheid voor mensen in de techniek. Er komen veel meer waterstofcentrales, zonnepanelen, parken en turbines bij. Dus kom in ieder geval een keer kijken om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik ben geboren en getogen Vlissinger, dus ik ga niet zomaar weg. Ja, ik hou van de strand. Ik heb mijn vrienden hier, familie hier. En ja, nu ik ook mijn werk hier heb, hoef ik echt niet weg.